Van harte welkom bij Drimmelen Actueel, de wekelijkse nieuwsrubriek van Omroep Drimmelen. Iedere week brengen wij u korte nieuwsflitsen van lopende activiteiten van en voor Drimmelen en omgeving. Hoe leuk is het om gids te zijn in Terheide? Met haar rijksmonumenten, mooie natuur en geschiedenis is toeristisch draaien trots op het dorp Terheide. Toeristisch draaien wil dat veel meer mensen genieten van Terheide, haar omgeving en de verhalen. En daar hebben ze gidsen voor nodig. Vind jij het leuk en uitdagend om een groep bezoekers rond te leiden? Ben je bereid om meer te leren over Terheide, haar geschiedenis en haar verhalen? Dan is de opleiding tot gids Terheide iets voor jou. Na afronding van de opleiding gaan ze rondleidingen organiseren, al dan niet in een arrangement met een van de ondernemers in Terheide. Zaterdag 24 februari start de opleiding. Interesse? Geef je op via info@toeristischdraaien.nl. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen met Petra Kimmel. Telefoonnummer 06 51 67 4215. Het hardloop-evenement de Oude Weideloop zal in Wagenberg gegarandeerd weer één groot dorpsfeest voor de hele familie gaan worden. Op zondag 7 april staat het te gebeuren. De route voert niet alleen langs de weilanden, maar ook door het dorpshart van Wagenberg. En ook de kinderen kunnen weer meedoen. Zij rennen een rondje om de kerk. Ze kunnen alle support gebruiken en vragen familie en vrienden om ze aan te moedigen. En als ze het nog een beetje spannend vinden, mogen de papa of mama natuurlijk meelopen. De rest van de middag kunnen zij zich vermaken op het Van den Elzenplein, waar een groot springkussen staat. Ook kunnen ze geschminkt worden en is er vermaak met dans en muziek. Doe mee en schrijf je in via www.deoudeweideloop.nl. Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen via info@deoudeweideloop.nl. Heb je interesse om vrijwilliger te worden? Dan is Drimmelen Doet dé kans om te zien wat vrijwilligerswerk inhoudt. Van 11 tot en met 16 maart, in de week van NL Doet, nodigen lokale vrijwilligersorganisaties u uit om een kijkje te komen nemen in hun keuken. Loop mee tijdens een activiteit en ervaar hoe mooi vrijwilligerswerk is. Drimmelen Doet is een initiatief van SOVAK, De Wijngaard, Ganshoek, Antonius Abt en SWO. Ondersteund door het Vrijwilligersinformatiepunt. En het volledige programma volgt nog. Burgemeester Boy Scholtsen reikte de bronzen bever uit aan Chris van der Diepstraten uit Terheide. Dat gebeurde tijdens het zouwelen in Terheide. En de burgemeester zei het volgende. 33 keer hier in deze ton plaatsnemen, of eigenlijk na het einde van dit weekend 99 keer. 33 jaren, alleen de corona niet. En één keer las ik ook vanwege een slechte liesbreuk. Ja, precies. En dat is een hele prestatie. Nou, buiten dat feit ben je ook gewoon altijd een actief lid van de Schaansers, in de raad gezeten, secretaris geweest, de raad van wijzen. Dus carnaval, ja, dat is wel iets wat jou heel erg ligt en past. En daarbij verder hier in het mooie Terheide ook nog actief als verkeersregelaar bij allerlei evenementen. Niet alleen bij de optochten met carnaval heb ik begrepen, maar ook bij de Vierdaagse, de intocht van Sinterklaas, de triathlon, de buurtbus waar we jou kunnen zien rijden al ruim 10 jaar geloof ik. Ja. En ook daar als gangmaker sta je bekend om ook weer die verbinding te zoeken, want dat doe je ook en dat vind ik wel heel bijzonder. Dat je ook de jonge sauwelaars toch ook meehelpt om het sauwelvak, het sauwelambacht te leren. En dat is echt ontzettend mooi. Ja, en dan heb ik ook nog de kaart- en de biljartavond. Kaart- en biljartavonden staan die hier ook al vele jaren georganiseerd worden. Dus dat is gewoon een hele grote prestatie. En ja, nu hebben wij in de gemeente een hele hoge onderscheiding voor mensen die zich al jarenlang belangeloos inzetten voor de samenleving, voor het dorp, voor de gemeenschap. En ja, daar voldoe jij echt ruimschoots aan. Dus toen wij contact kregen vanuit de Schaansers en wij jouw verhaal hoorden, heeft het college van burgemeester en wethouder besloten om onze enige echte bronzen bever aan jou toe te kennen. Dus die ga ik je nu uitleggen. Thank you.
Dinsdag 23 januari was er bij de seniorenpartner De Wijngaard een perstoelichting van het plan voor de ontwikkeling van zorgappartementen voor mensen met een zorgindicatie aan de Zuideinsestraat in Maden. Omroep Drimmelen was hier ook bij aanwezig en heeft hierover een gesprek gehad met onder andere wethouder Tim Simons. Tim Simons, wethouder van onder andere volkshuisvesting in de gemeente Drimmelen. We zijn aanwezig geweest, dat blijkt toch wel een heel leuke ontwikkeling in de gemeente. Want zeker weten. Het is nogal wat. In hoeverre waren jullie daar ook bij betrokken bij dit initiatief? Of is dit iets wat jullie als derde partij zijn of gewoon mede? Nee, in dit soort grote projecten is het heel erg belangrijk dat je het met z'n drieën samen doet. Dus de zorgpartner, dat is De Wijngaard, de ontwikkelaars en de gemeente. Omdat je echt met z'n drieën een heel goed plan moet maken. Want ja, het moet natuurlijk voor de mensen die er gaan wonen hartstikke goed zijn, maar het moet ook voor de buurt goed zijn. Dus het moet een totaalplan zijn, daar moet je als gemeente echt bij meedenken en meehelpen. Maar als De Wijngaard zijn nek niet had uitgestoken door te zeggen, wij willen als Wijngaard uitbreiden en we vinden dat ook goed als dat iets verder in Maden weg is in plaats van direct om ons gebouw heen. Ja, dan lukt er niks als ze dat niet zouden zeggen. Nee. Ik ben echt blij dat De Wijngaard dat gedaan heeft. Is dat een teneur die bijvoorbeeld heel Nederland is, dat men, organisaties zoals De Wijngaard, dat die dit soort activiteiten gaan ontwikkelen? Of nou, je ziet eigenlijk juist het tegenovergestelde. Vroeger mocht De Wijngaard zelf flatgebouwen wegzetten en daar zorg bij organiseren. Dan mochten ze zelf die gebouwen hebben. En nu is eigenlijk de regel geworden dat zorgpartijen dat niet meer zelf mogen doen. Dus nu moet je eigenlijk als zorgpartner altijd op zoek naar iemand die zegt, ja, maar dan wil ik het bouwen voor jou en dan lever jij alleen maar die zorg. Okay. En dat is best wel moeilijk. En dat is nu deze keer is het echt de basis geweest van het hele initiatief? Ja, deze keer heeft De Wijngaard samen met een partij die daar gaat bouwen gezegd van, hey, wij vertrouwen erop dat wij dat samen kunnen en dat is heel erg knap. Okay. Fantastisch initiatief. Wij gaan hier een zorgcomplex maken voor mensen die op een fijne en veilige manier oud willen worden en die daar een fijne plekje voor zoeken. Maar de ruimte die daarvoor ter beschikking wordt gesteld zou in principe ook zich kunnen lenen voor Dat is helemaal uitgesloten. Ja? Helemaal uitgesloten. Okay. Komt omdat wij in Drimmelen hebben we samen met onze inwoners hebben we eigenlijk 9 locaties gezegd van joh, daar zou het kunnen. Nou, daar is dit geen locatie van. Want deze plek wordt al gebouwd voor senioren, voor onze eigen inwoners. Dus dit staat helemaal buiten daarvan. Okay. De bedoeling is dat het binnen nu en een jaar zou moeten staan of is dat wishful thinking? Ja. De nood is zo hoog. Er zijn zoveel mensen die een fijne, veilige plek zoeken om oud te worden, goede zorg te krijgen. Dat je eigenlijk zou willen dat je nu morgen al aan de slag kan gaan. Maar daarvoor moeten we eerst nog wat hobbeltjes nemen. Er zijn een aantal omwonenden van het plan die hebben gezegd, wij zijn het er niet mee eens, we gaan mee naar de Raad van State. Ja. En wanneer zo'n Raad van State uitspraak doet, dat weten wij gewoon niet helaas. Dus het is een beetje onzeker wanneer we kunnen starten. Maar wij staan er helemaal klaar voor. En het begin is gemaakt. De eerste stappen zijn gezet. De zaak is ondertekend. Het staat ons alleen maar leuke dingen te wachten, zou je zeggen. Ja, ik kijk erg uit. En straks als we weer zoveel mensen een fijne en veilige plek hebben gevonden in het dorp, of in ieder geval in hun eigen gemeente, dan is dat volgens mij alles waarvoor je als gemeente aan het werk bent. Ik ook. En de gemeente Drimmel vaart daar wel bij. Kortom, laten we maar aan het werk gaan. Let's go. Wie gaat de eerste steen in de grond? Wie gaat de eerste spade in de grond steken? Nou, ik hoop dat we dat samen met de Wijngaard en de bouwende partijen mogen doen. Maar je bent van harte welkom om mee te komen. Ja, let maar op, wij zijn erbij. Hey, dank voor het feit dat je even de tijd voor ons had. En ik zou zeggen, heel veel succes, want het is een prachtig initiatief. Merci, we gaan ervoor. Okay. De jeugd heeft de toekomst. En natuurlijk ook met carnaval. Je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. Daarom gaat basisschool De Stuifhoek op vrijdagochtend 9 februari om 9 uur carnaval 2024 openen in een polonaise. Lekker ons even opwarmen voor de komende 4 dagen. Alle kinderen en leerkrachten van basisschool De Stuifhoek, Kibeo, papa's, mama's, broers, zussen, opa's, oma's, ooms, tantes en buurtbewoners. Iedereen mag lekker meedoen. Hoe meer er meedoen, hoe langer de polonaise wordt. Op 10 februari om 2 uur wordt in de Korenbeurs het Maaise Juinenbal gehouden. Dat gaat ongetwijfeld weer een feest worden voor de ouderen en natuurlijk ook voor de kinderen en kleinkinderen die na de kinderoptocht welkom zijn in de Korenbeurs, zodat er een klein familiefeestje kan plaatsvinden. Prins Thomas I zal samen met zijn Raad van 11 een prijs uitreiken aan de vrouw en de man die het mooist verkleed zijn. Het carnavalsplatform Drimmelen en alle carnavalstichtingen in onze gemeente zetten zich in voor 12 tot met 15-jarigen binnen de gemeente Drimmelen. De HOS-ON, HOS-OF-bus rijdt op 10, 11 en 12 februari langs alle kernen om de jeugd van de gemeente Drimmelen op te halen die willen hossen.
Zij brengen en halen de kids naar de feestlocaties. Geheel alcoholvrij, verschillende toffe activiteiten, de busreis, onbeperkt frisdrank op alle locaties en dit voor slechts €33. De bus gaat op 10 februari naar de Silent Disco bij Bas, op 11 februari naar de Karaoke Night in de Koer en op 12 februari naar de Pub Pins Party. Kijk voor meer informatie hierover op de site van Carnavalstichtingen of in de Carnavalskrant. CS de Mayonnaise wil alle groepen met carnaval hun feest geven. Het Toeternietoebal is een feest voor mensen met een beperking, maar ook voor anderen. Dit feest beantwoordt aan de basisgedachte van carnaval. Het doet er niet toe hoe je eruit ziet, wat je kunt, hoeveel geld je hebt, welke kleur je hebt, of je kunt lopen of moet rollen en waar je woont. Ieder mens doet er toe. Op maandag 12 februari van 10 tot 12 kunnen ze bij elkaar komen. Ze vieren dan echt carnaval. Met muziek, dansen, zingen, iets lekkers drinken en op het eind een heerlijk bord friet met een lekkere snack. Ook dit jaar kunt u weer genieten van carnaval bij Omroep Drimmelen. Vanaf vrijdagmiddag tot dinsdagavond brengen wij de leut bij u thuis. Op zondag 11 februari zal de optocht van Made live uitgezonden worden via de tv en online via omroepdrimmelen.nl/online. Vanaf 2 februari zendt Omroep Drimmelen, Drimmelen Actueel, een portret met Joegestien Simon Stellinga, Drimmelen Politiek en de uitslagenavond van de Maaikwist uit. In verband met de komende carnavalsuitzending is er volgende week geen Drimmelen Actueel.